Hey, en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Dit is een video, ik zou willen zeggen, die heel vaak is aangevraagd. Maar het is meer een vraag die ik super vaak krijg sinds ik dit jaar ben begonnen met ook boekencontent maken. Ik ben namelijk al jarenlang een groot liefhebber van fantasyboeken. Ik lees echt al sinds jongs af aan heel erg graag fantasy. Als ik boeken oppak, zijn het 9 van de 10 keer fantasyboeken. En sinds ik dus ook boekencontent ben gaan maken, is echt een vraag die ik super vaak krijg. Echt de meest gevraagde boekenvraag die ik krijg is: Irina, ik wil graag beginnen met fantasy lezen. Welke boeken kun je aanraden? Wat zijn nou echt fantasyboeken om te beginnen als fantasy-lezer, die niet gelijk heel ingewikkeld zijn, niet te veel worldbuilding, hè? Dat is vaak wat mensen intimiderend vinden aan fantasy. Dus ik dacht, ik ga gewoon al mijn tips voor je bundelen in deze video. Alle boeken die ik tot nu toe heb gelezen in het fantasy-genre heb ik doorgespit naar echt de ultieme tips voor beginnende fantasy-lezers. En die ga ik vandaag allemaal met je delen. Ik zal ook in beeld verschijnen hoe je spice levels zijn, of het een serie is, of die afgerond is. Dat soort info ga je per boek allemaal kunnen vinden bovenin het scherm. Dus laten we er maar gewoon in gaan duiken. Als je er zin in hebt, zou ik zeggen, doe vast een duimpje omhoog. Gaan we heel gauw beginnen. Voordat we echt in de boekentips gaan duiken, wil ik je nog even een tip geven, want we gaan natuurlijk zometeen de herfst in. Vandaar ook dat ik deze video post, want fantasy en herfst zijn echt in mijn hoofd helemaal aan elkaar gekoppeld. Maar ik vind de herfst ook de perfecte tijd om luisterboeken te luisteren. Luisterboeken zijn sowieso het hele jaar door een van mijn grote favorieten. Maar in de herfst heeft het gewoon wat extra tijdens je herfstwandeling door het bos om dan lekker een luisterboek op te zetten. Misschien wel een van de fantasies uit deze video. Een van de cozy fantasies bijvoorbeeld. Maar heel veel van de boeken die ik dus in deze video benoem zijn ook als luisterboek verkrijgbaar. Dus vandaar dat ik het je even extra wilde tippen. Ik luister namelijk al mijn luisterboeken via Storytel. En ik heb ook een langerdurende samenwerking met Storytel lopen. Als je me langer volgt, weet je dat al wel. Maar ik heb dus hieronder in de beschrijving een linkje voor je staan waarmee jij Storytel 30 dagen gratis kunt uitproberen. Is een hele makkelijke manier om te kijken of het wat voor je is. Om lekker al je cozy fantasies en romances en al je heerlijke herfstboeken, misschien wel juist thrillers, die zijn ook heerlijk om te luisteren, om die gewoon lekker te gaan luisteren. Er staan trouwens ook e-books op de app. Gebruik ik persoonlijk zelf niet, maar die zijn ook te gebruiken. Die kun je dan lezen in de app zelf. Helaas niet op je e-reader, maar wel op je iPad of telefoon. Dus nog even een tipje extra voor jou. En om nog even helemaal transparant te zijn, dit is dus een samenwerking met Storytel. Ik krijg niet betaald voor deze video, maar elke aanmelding via de link in deze beschrijving voor dus 30 dagen gratis, daar krijg ik een vast bedrag voor. Dus mocht jij het willen uitproberen en mij willen supporten, is dit een hele makkelijke manier. En dan gaan we nu echt in de boeken duiken. Begin ik maar gelijk met, ik denk, de meest bekende, meest populaire fantasy serie om mee te beginnen als je fantasy wil gaan lezen: A Court of Thorns and Roses, oftewel ACOTAR. Als je ooit de afkorting ACOTAR ergens hebt zien staan, dat is dus de afkorting van dit boek. Het is een serie van Sarah J. Maas. Er zijn op dit moment 5 boeken uit. Volgens mij komen er nog meer in de wereld. Maar in principe heb je dus een beginnende trilogie. Dat is het hoofdverhaal. Daarna komt een novella. En daarna komt nog een boek van een ander karakter wat hier in de serie voorkomt. En volgens mij komen er later nog meer boeken. Maar in principe kun je dit lezen zonder op een enorme cliffhanger te eindigen. Deze serie gaat over Feyre en in de eerste boeken volg je ook eigenlijk alleen haar point of view. Dus dat is heel erg fijn en makkelijk als je net begint. Niet allerlei verschillende point of views door elkaar, maar gewoon eentje. En Feyre is een mens. Zij woont ook in de mensenwereld met haar 2 zussen en haar vader. En zij zijn heel erg arm, dus zij is iemand die best wel veel jaagt en zorgt dat er brood en eten en alles op tafel komt. Je kunt het een beetje vergelijken met Katniss uit de Hunger Games wat dat betreft. En dit eerste boek is eigenlijk een retelling van Beauty and the Beast. Het verhaal begint namelijk eigenlijk pas echt op het moment dat Feyre tijdens het jagen een wolf doodschiet. En dan staat er ineens een of andere hele grote, boze, ja, beest voor de deur die haar meeneemt naar de Fae Realm. Het is namelijk een serie waar het heel veel draait om Fae. En dan niet als fairies, maar echt Fae. Dat ga je zelf allemaal ontdekken. En dit is dus ook de Beauty and the Beast vibe. Er zit dus een romance in. Het is echt een romance heavy fantasy serie met spice. Ze worden met het boek eigenlijk spicier. Dus hou daar rekening mee als je daar wel of niet van houdt. Het is niet mijn favoriete serie van Sarah J. Maas, maar wel de
serie waarvan ik zeg, begin hiermee. Ik kan niet veel meer zeggen dan wat ik nu heb genoemd, maar geloof mij, er gebeurt nog veel meer. En na deze echt Beauty and the Beast retelling vibes, ja, wordt het nog veel meer en krijg je oorlogen en spicy scènes en vee en een hele leuke found family. Er zit echt van alles in. Dus zeker weten en aanrader als je net begint met fantasy. En zeker als je vanuit romance komt. Als jij een romance liefhebber bent, you're gonna eat this up. Nog een boek voor de romance liefhebbers. En ook vooral echt de historical romance liefhebbers. De Bridgerton vibes liefhebbers. The Crimson Moth. Dit boek is echt fantastisch als je houdt van echt van die mooie jurken en Regency style. Dit boek is namelijk een romantasy tussen een heks en een heksenjager. Mocht je je trouwens afvragen wat een romantasy is, dat is een combinatie van een romance en een fantasy. Dus heel erg top om mee te beginnen als je inderdaad uit romance naar fantasy toe wilt. En dit boek, ik heb het echt in één dag uitgelezen. Ik vind het fantastisch goed. Het gaat dus over Rune, een heks. Zij is een van de weinige heksen die nog over is na een soort, ja, purge, een soort heksenjacht waarbij heel veel heksen dus zijn vermoord. Er is een nieuw regime en er zijn dus heksenjagers. En daar heb je dus Gideon. En Gideon is een soort van hoofd van de heksenjagers. Hij is een van de, ja, hoger opstaande van de heksenjagers. En hij is dus op zoek naar de Crimson Moth. En de Crimson Moth is dus een soort vigilante. Ik weet niet zo goed hoe je dat op zijn Nederlands moet noemen. Een vigilant, vigilante. En zij is dus een heks die jaagt op heksjagers. Klinkt ingewikkeld, valt allemaal wel heel erg mee. De worldbuilding hierin is ook niet heel erg ingewikkeld. Waardoor ik dus denk dat die best wel makkelijk te begrijpen is voor mensen die nog niet zo ervaren zijn in de fantasy. En echt de romance hierin. Ze hebben ook een hele leuke love language waarbij ze elkaar een soort van, ja, kleding cadeau geven elke keer. En je hebt dus echt zo'n Regency era vibe met bals en mooie jurken en al dat soort dingen. Ik ga niet te veel verklappen, dus ik hou het een beetje cryptisch in mijn omschrijving. Maar dit is echt een heel erg goed boek. Niet te spicy, er zit ergens één korte, niet heel erg intensieve, uitgebreide spicy scène in. Maar het is absoluut jong adult te noemen. Zeker weten een aanrader. Ik kan zelf echt niet wachten op deel 2. Blijf ik nog maar even hangen in de romantasy boeken. En als volgende heb ik hier Fourth Wing. Ik denk dat je hier, als je in de boekencommunity zit, wel van hebt gehoord. Maar Fourth Wing is een enorm populair boek. Een enorm populaire serie. Hij is helaas nog niet af. Er zijn op dit moment 2 boeken uit. Volgens mij moet het er 4 worden. Het derde boek komt in januari uit. En daarna moeten we waarschijnlijk weer heel erg lang gaan wachten. Tipje, deze boeken eindigen allemaal op flinke cliffhangers, but they're worth it. Deze boeken gaan, zoals je waarschijnlijk ook aan de koft wel kan zien, over draken. Je volgt in deze serie Violet. En Violet, haar moeder, is een hele grote naam, een hele grote commander van de drakenrijders. En Violet heeft eigenlijk haar hele leven gedacht, ik ga naar de Scribe Quadrant. Je hebt daar namelijk 4 verschillende soorten opleidingen. En zij wilde altijd naar de Scribes toe. Maar haar moeder zegt, nee, jij bent een Sorengale. Dus jij gaat naar de Riders Quadrant. Jij wordt een drakenrijder. En Violet heeft dus een soort ziekte waarbij ze hele, ja, brittle bones heeft. Haar botten breken heel erg snel. Ze heeft heel erg snel last van haar lijf. Dus eigenlijk heeft ze echt zoiets van, hoe ga ik dit doen? Want de Riders Quadrant is echt bekend dat in het eerste jaar, volgens mij de helft van degenen die dat gaan doen, gaan dood. En een ander deel krijgt geen draak. Het is echt, het is heel pittig. Deze opleiding is niet voor de weak-minded. Of dus de brittle-boned. Dus zij heeft zoiets, hoe ga ik dit doen? En je volgt haar dus eigenlijk in het, ja, dit boek in haar eerste jaar van die opleiding. Of ze het redt, of ze alle vreselijk zware, ja, dodelijke dingen dus gaat overleven. Of ze een draak voor elkaar krijgt. En het is een romantasy. Best wel steamy romantasy. Ik ga niet vertellen wie de love interest is, want dat mag je helemaal zelf ontdekken. Maar het is echt een hele steamy, action-packed, fast-paced dragon fantasy. Dus het heeft echt heel veel toffe dingen. Ik hou van dit boek. Dit was voor mij ook weer 5 ster.
Ja, het is helaas nog niet af. De boeken eindigen op cliffhangers, maar absoluut een aanrader. Dan nog een romantasy, want ik weet gewoon dat heel veel mensen daarvan houden. En heel veel mensen van romance naar fantasy over willen gaan. Ik heb hier namelijk The Serpent and the Wings of Night. Dit is een redelijk intimiderend boek misschien om te zien, maar ik ben er zelf echt doorheen gevlogen. Het is een hele makkelijke schrijfstijl. Het is ook weer een romantasy en dit keer tussen een mens en een vampier. Dit is namelijk een wereld waarin vampiers aan de macht zijn. En je volgt Oraya. En Oraya is een mens dat een soort van geadopteerd is door de vampier koning en door hem is opgevoed. En de enige manier waarop zij denkt te kunnen overleven en dat zij denkt om op hetzelfde niveau te komen als de vampiers en niet elke dag van haar leven nog bang te moeten zijn en zich altijd te moeten aanpassen omdat de vampiers er anders zullen opeten, om het maar even simpel te zeggen, is door mee te doen aan de Kayari. Volgens mij heette het zo. Dat is een toernooi wat eigenlijk een beetje vergelijkbaar is met de Hunger Games. Er is namelijk maar één winnaar. De rest gaat allemaal dood. Dus je hebt een kleine kans. Maar als je wint, dan win je een wens bij de godin van de vampiers. En zij hoopt dus dan om net zo sterk te worden als de vampiers. Ik ga verder niet te veel verklappen. En in dat toernooi zit een vampier die toch wel erg bijzonder is en waar ze toch wel wat mee krijgt, ondanks dat ze haar hele leven heeft geleerd dat ze uit de buurt moet blijven van iedereen, niet van mensen of vampiers of wie dan ook moet gaan houden. Dus het is gewoon action-packed door de hele Kayari, ik kan het echt niet goed uitspreken, het hele toernooi, en dat is gewoon echt action-packed en alles. Maar er zitten ook toffe backstories bij haar en het mannelijke hoofdkarakter. Het is gewoon echt tof. Ik zou zeggen, het is niet het meest fantastisch goed geschreven boek, maar voor mij is dit echt een soort guilty pleasure. Lekker makkelijk weg te lezen. Spicy, action-packed, fast-paced boek. Dus ook niet heel ingewikkeld, omdat je echt letterlijk alleen mensen en vampiers hebt en de wereld dus niet heel ingewikkeld is. Dus ik denk ook weer heel toegankelijk als je net begint. Het is overigens een serie, maar het is een beetje ingewikkeld uit te leggen. Het is namelijk in eerste instantie dit boek en nog eentje, The Ashes and the Star-Cursed King. Dat is een afgeronde duologie in principe. Je kunt daartussenin ook nog een novella lezen. Dat is volgens mij Six Scorched Roses. Die wil ik zelf ook nog lezen. Heb ik nog niet gedaan, omdat die nog niet verkrijgbaar was in paperback. En er komen dus nog meer boeken in de Crowns of Niaxia serie. Het worden uiteindelijk dus 3 interconnected duologieën over 3 verschillende soorten vampiers in deze wereld. Klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar in principe is het dus een afgeronde duologie. En daarna kun je kiezen of je verder gaat met de rest of niet. Het eindigt niet op een cliffhanger of zo bij boek 2. Dan nog een romantasy die is geïnspireerd op The Hunger Games. Niet mijn persoonlijke favoriet, maar gezien ik weet dat die bij heel veel mensen dat wel is, wil ik hem toch noemen. Dat is namelijk Powerless. En dit is dus een boek waarin je Peden volgt. En Peden is een ordinary. Je hebt in deze wereld 2 types mensen, namelijk ordinaries en je hebt elites. En elites hebben dus speciale krachten. En ordinaries worden dus eigenlijk allemaal verbannen, vermoord, mogen niet meer bestaan, omdat ze zogenaamd de krachten van de elites zouden aantasten, weer weg zouden halen. Dus ordinaries mogen eigenlijk niet bestaan. En Peden heeft dus al heel haar leven een soort van superpower gedaan alsof. Zij doet namelijk alsof ze psychic is. Daar heeft haar vader erin getraind. Waardoor ze dus door kan gaan als een elite, terwijl ze dat helemaal niet is. En op een dag redt ze dus per ongeluk, zonder dat te weten, een van de kroonprinsen van dit land, Kai. En daarmee komt ze dus terecht in, hoe heet deze strijd ook alweer? The Purging Trials. Klinkt heel erg gezellig. En dat zijn dus ook weer een soort trials, net als de Hunger Games. Hierin is het niet specifiek dat iedereen doodgaat op eentje na, maar ze zijn op zich wel dodelijk. Zeker als je geen krachten hebt. Want deze Purging Trials zijn natuurlijk gemaakt op mensen met krachten, op elites. En dat is zij niet. Dus wat dat betreft is voor haar extra gevaarlijk. Ze moet geheim houden dat ze geen krachten heeft. Ze zit in een paleis vol met allemaal mensen die haar zomaar zouden kunnen ontdekken. Ze moet überhaupt die trials doorzien te komen. Iedereen heeft het op haar gemunt omdat ze een buitenstaander is. En er zit dus een romance in. Het is best wel romance heavy. Vooral de volgende boeken worden echt heel erg romance heavy en weinig fantasy. Dus wat dat betreft denk ik dat je als romance liefhebber dit heel erg tof vindt. Voor mij niet specifiek
echt een van mijn favorieten. Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel hebben. Dus vandaar dat ik hem wel even wilde noemen. Tot nu toe zijn het eerste en tweede deel uit. Er is ook nog een novella uit tussen het eerste en tweede deel in. En het derde deel komt begin volgend jaar uit. Dus niet zo heel lang meer om te wachten. Dan het laatste echt romance-heavy fantasyboek op deze lijst. Daarna heb ik ook nog een heleboel boeken die dat niet specifiek zijn. Maar dit is Divine Rivals. Ook weer best wel een populair boek. En dit boek is dus echt een romantasy met echt sterke nadruk op de romance. Vooral het eerste deel is heel romance-heavy. Het tweede deel krijg je meer fantasy. Het is namelijk zo dat je in deze wereld Rowan en Iris volgt. En dit zijn twee rivaliserende journalisten die in een wereld leven waarin er een oorlog is tussen goden. Dat deel over die oorlog tussen die goden is in het eerste deel heel erg op de achtergrond. Je merkt wel oorlog en loopgraaf en dat soort dingen. Dus het is echt wat dat betreft best wel een historische fantasy. Voor de liefhebbers van historische fictie is dit denk ik ook een aanrader wat dat betreft. En deze twee journalisten die komen dus zonder dat ze het echt weten, tenminste zonder dat Iris het weet, met elkaar in contact met een magische typewriter. Het is namelijk zo dat Iris, de broer, die zit op het front bij een van de goden, is hij in het leger. En zij probeert dus brieven naar hem te schrijven, die typt ze op de typewriter, legt ze vervolgens in haar boekenkast en op de een of andere manier verdwijnen die brieven, waardoor ze denkt, die komen bij mijn broer terecht. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die komen terecht bij de rivaal Rowan. En hij begint dus terug te schrijven, terwijl hij wel weet dat zij het is. En die brieven zijn echt prachtig. Vooral de schrijfstijl in dit boek is echt fantastisch mooi. Swoonworthy. Dit boek heeft echt alle emoties in mij naar boven gehaald. Ik heb hier bijna bij gehuild. Ik huil nooit bij boeken, maar dit is echt een boek waar ik bijna bij heb gehuild. Tweede deel ook. Is echt een heel erg mooie, indrukwekkende serie, die dus best wel romance heavy is, maar dus ook heftig omdat je inderdaad in een oorlog terechtkomt. Het tweede boek is veel meer fantasy heavy, maar dan zit je al wel echt in de karakters en de wereld. Het is dus ook een duologie, hij is afgerond, heel erg mooi, echt geen spice. Er zit ergens één scène in waar wel benoemd wordt, maar het is best wel closed door. Dus wat dat betreft is het echt young adult, maar het leest heel erg mooi en volwassen, dus het voelt niet young adult aan. Dus echt, 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 echt een aanrader. Vooral dus als je van romance houdt en als je van historische aspecten houdt in boeken, want dan is dit echt een aanrader. Dan heb ik een aantal aanraders die ik niet fysiek voor je kan ophouden, want die heb ik zelf gelezen op mijn e-reader. Als eerste een serie die ik je echt wil aanraden, die voor mijn gevoel nu eindelijk wat meer hype krijgt, maar dat daarvoor eigenlijk bijna nooit kreeg, is The Prison Healer. The Prison Healer is een afgeronde trilogie en deze trilogie is young adult, no spice, dus als je daarvan houdt is dat echt top. Ik vond het echt een hele leuke serie om te lezen. Ik weet dat heel veel mensen zeggen dat die best wel slow-paced is, maar in mijn herinnering is die dat dus helemaal niet. Ik heb deze serie ook een keer aangeraden aan Samira toen zij best wel in een reading slump zat en deze serie heeft haar er juist uitgehaald. Dus wat mij betreft is dat hele slow-paced, wat heel veel mensen zeggen, niet waar. Maar goed, deze serie gaat over Kiva. En Kiva is dus de prison healer. Zij zit al heel lang, sinds echt dat ze heel jong was, in Zalindov. En dat is dus een hele strenge, heel goed bewaakte gevangenis waar je eigenlijk nooit meer uitkomt als je er eenmaal in terecht komt. En zij werkt daar dus als de healer, de prison healer. En op een gegeven moment komt de Rebel Queen binnen, maar zij is in een soort coma. Zij is niet gezond, dus Kiva probeert haar te redden. Maar terwijl Kiva bezig is met proberen om de koningin te redden, wordt de koningin veroordeeld tot een bepaalde trial. Ook hier heb je weer trials. Trials zijn heel erg populair in fantasyboeken. Ontkom je bijna niet aan. Maar ze wordt dus uitgedaagd tot een soort trial. Die trials zijn dodelijk voor eigenlijk iedereen die niet over verschillende elementen beheerst. En die elementen zijn dus in een soort bloedlijn van jaren geleden die eigenlijk uitgestorven is. En alleen nog maar in een koninklijke familie zit. Dus eigenlijk zijn die trials onmogelijk, tenzij je dus van de royal family bent. En die koningin wordt dus eigenlijk veroordeeld tot die trials met het idee, als ze overleeft, dan mag ze weg.
wat heel onwaarschijnlijk is. En anders gaat ze dood. De koningin ligt alleen in coma. En Kiva krijgt met een gesmokkeld briefje een berichtje van haar familie. We komen eraan, maar hou haar in leven. Waardoor Kiva dus besluit om in plaats van de koningin die trials aan te gaan. In de hoop om tijd te rekken dat haar familie er is om haar te komen redden. Dat is eigenlijk een beetje de gist of het eerste deel van het boek. Ik kan niet veel vertellen over de rest. Maar kan je wel vertellen, er zitten hele toffe twists en turns in. Die je niet altijd ziet aankomen. Het is wel echt young adult. Er zit een klein beetje romance in. Maar het is niet het hoofdverhaal. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Het is geen hele ingewikkelde wereld. Maar het is wel echt een hele leuke serie. Ik weet niet, als ik eraan terugdenk. Ik vond het gewoon echt heel erg leuk en knus. En ik weet nog dat ik toen ik hem aan het lezen was. Dat ik echt mijn boek niet weg wilde leggen. Dus wat dat betreft echt een aanrader. Het is dus een afgeronde serie. No spies, young adults. Echt heel erg vermakelijk. Nog een serie die ik je wil aanraden, die is afgerond, is de Caraval-serie. Er komt later dit jaar volgens mij wel nog een soort Christmas novella aan in deze serie. Maar in principe is die afgerond. Het is een trilogie. Het gaat over twee zussen die eigenlijk hun hele leven al op een soort afgelegen eilandplek leven met een vader die echt niet gezellig is. En eigenlijk hun hele leven al dromen om een keer mee te doen aan Caraval. En Caraval is een soort festival, evenement, wedstrijd, wat dus één keer per jaar wordt gehouden, heel exclusief is. En het is dus een soort, spel. Maar tijdens het spelen van dat spel, waar ze dus uiteindelijk in terechtkomen, no spoiler, ik neem aan dat je dat wel snapt, weet je niet wat waarheid is en wat spel. Of mensen die vermoord worden echt vermoord zijn. Of dat je dat alleen maar denkt. Of dat je aan het hallucineren bent. Of dat het wat je denkt te zien echt gebeurt. Het is wat dat betreft een hele coole soort mindfuck-achtige serie. Maar wel redelijk jong adult. Dus het is niet griezelig of vies of whatever. Maar wel echt gewoon heel vermakelijk. En inderdaad dat je aan het lezen bent en denkt, wat is real, what isn't real. Heel erg tof. Er zitten dus ook weer een beetje romance in de boeken. Je volgt in het eerste deel één zus, in het tweede deel de andere zus en in het derde deel allebei de zussen. Die dus allebei hun eigen romance hebben. De eerste twee boeken volg je twee versies van Caraval en in het derde deel iets anders. Een beetje vergelijkbaar ook weer met Hunger Games. Hè? Eerst twee keer in Hunger Games en de derde keer had je daar natuurlijk ook iets anders. Ik weet niet waarom ik alsmaar blijf vergelijken met Hunger Games, maar ik denk dat dat gewoon iets is wat heel veel mensen wel kennen. Ik ga er ook weer niet te veel over verklappen, want ik denk dat dit echt een serie is waar je best wel open-minded in moet gaan. Maar ik vond het ook weer echt een hele leuke serie. No spies at all. Beetje romance, maar niet de hoofdlijn. Dus ook voor mensen die daar niet zo van houden, is dit ideaal. En als je deze serie hebt gelezen en je vindt de schrijfstijl fijn, dan kun je ook verder gaan met de Once Upon a Broken Heart serie van dezelfde schrijfster. Heel veel mensen vinden die serie zelfs nog beter. Die is echt fairy tale-like. Maar je moet wel de Caraval-serie hebben gelezen voordat je daaraan begint, omdat het een karakter volgt wat je kent uit de Caraval-serie en anders spoilers krijgt voor Caraval. Dus dat. Ik vind Caraval persoonlijk leuker. Heel veel mensen vinden Once Upon a Broken Heart leuker. Neem daarvan wat je wil, maar Caraval is dus sowieso degene waarmee je dan zou moeten beginnen en die ik je absoluut aanraad. Nog een boekenserie die ik je kan aanraden is de Cruel Prince serie. Dat is de Folk of the Air officieel. Maar het eerste deel is The Cruel Prince. Is dus een afgeronde trilogie. En dit is echt een fairy world. Dus als je echt fairies wil, dit is dat. Maar op een hele andere manier dan dat je denkt. Want deze fairies zijn niet gezellig. Ze kunnen niet liegen. Maar ze kunnen wel heel erg om de feiten heen draaien. En je heel erg in de maling nemen. En het zijn geen gezellige fairies. Ik weet ook nog dat ik dit boek oppakte en de proloog is behoorlijk bloederig en gruwelijk. Dus voor een young adult boek is het best wel gruwelijk wat erin gebeurt. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Check sowieso altijd trigger warnings als je daar gevoelig voor kunt zijn bij fantasyboeken. Want fantasyboeken hebben gewoon vaak wat meer van dat soort wat zwaardere onderwerpen dan dat een gemiddeld romanceboek bijvoorbeeld heeft. Maar het is wel young adult. Dus ik vond het zelf niet storend of iets dergelijks. Maar goed, ik lees ook al jaren fantasy en lees ook high fantasy en
heftigere dingen. Dus don't take it from me. Check de trigger warnings voor jezelf. Maar The Cruel Prince gaat dus over Jude. En Jude is een van twee zussen die dus jaren geleden, wat je ook ziet gebeuren in de proloog, op een gruwelijke wijze uit de mensenwereld is getrokken bij haar ouders vandaan. En mee is genomen naar Elfheim. En Elfheim is dus de wereld van de fairies. Het zijn dus fairies, maar het zijn niet Tinkerbell fairies, om het maar even zo te zeggen. Ze hebben bijvoorbeeld staarten of hoeven of allerlei verschillende soorten horens en allemaal van dat soort dingen. En ze zijn dus niet zo gezellig. En Jude komt dus in deze wereld terecht als mens, waarvan alle fairies haar eigenlijk niet mogen. They despise her, zoals ze dat zo mooi zeggen. En je hebt dus een cruel prince die het echt op haar gemunt heeft. En echt haar pest op de meest, ja, gruwelijke manieren. Maar uiteindelijk wordt het veel meer. Het is echt een hele politieke fantasy. Dus als dat je tof lijkt, als je echt houdt van wat meer politieke verhalen, politieke fantasy, dan is de Folk of the Air serie echt wat voor jou. Ik ga ook niet te veel zeggen weer over het plot verder, omdat ik het idee heb dat ik dan te veel spoil. En ik heb het boek hier niet bij me, dus ik kan ook niet even snel de achterkant lezen om te checken wat ik wel en niet kan zeggen. Het is in ieder geval een afgeronde trilogie. Er zijn ook nog wat novella's in deze serie die ik jezelf niet zozeer zou aanraden. Als je dit leuk vindt, is er zelfs nog een duologie hierna over een karakter wat ook weer in deze trilogie voorkomt. Die vind ik zelf minder goed dan de originele trilogie. Maar ja, The Cruel Prince is dus de eerste. Begin daar vooral mee. Het wordt na boek 1 eigenlijk alleen nog maar beter. Dan weet ik dat heel veel mensen het ook best wel intimiderend vinden om gelijk aan een grote fantasy serie te beginnen. En liever een standalone hebben om in te duiken. En dat snap ik. Maar tegelijkertijd kan ik je ook vertellen dat fantasy heel snel series zijn. Vind ik zelf ook het toffe aan fantasy. Want daardoor ben je ook meerdere boeken met dezelfde karakters bezig. En dat zorgt gewoon voor veel meer bonding, vind ik zelf. Maar ik heb ook een aantal standalones voor je opgeschreven. En als eerste is dat Cinderella is Dead van Kaylin Byron. Dit is ook een heel erg goed boek als je graag wat meer queer representatie zoekt. Dit is, zoals je denk ik ook aan de titel wel kunt zien, een retelling. Of tenminste, het is geen eens een retelling. Het is een reimagining van Cinderella. Dit gaat namelijk over dat Cinderella al 200 jaar geleden haar prins had gevonden. En in deze wereld wordt zij dus als een soort voorbeeld gezien. Het is een heel erg vrouwonvriendelijke wereld ook wat dat betreft. Het is al best wel een tijdje terug dat ik deze heb gelezen, maar ik weet nog dat ik echt dit boek binnen een dag heb verslonden. Het is gewoon super makkelijk lezende fantasy. Het is heel erg makkelijk te begrijpen. Het is een wereld waarin ze dus Cinderella en haar prins op een soort voetstuk zetten. En elke vrouw wordt eigenlijk verwacht en droomt ervan om op dezelfde manier haar prins charming te vinden. Maar er zit nogal wat achter wat je niet verwacht. Ik ga daar even niet te veel over vertellen, want ik vond het zelf heel tof om achter al die twists en turns te komen. Maar Sophia wil dus helemaal niet gekozen worden door Prince Charming, door het bal en alles. Die wil dat helemaal niet. Zij valt zelf op meisjes, valt volgens mij op haar beste vriendin, als ik het eventjes goed onthoud. En die wil helemaal geen Prince Charming. Dat is eigenlijk het simpelste om dit om uit te leggen. Maar het is zoveel meer. Er zit echt een verhaal achter waarvan ik het nooit had verwacht van een young adult. Het is dus een young adult boek. Kaylin Byron heeft trouwens meerdere boeken geschreven. Ik heb hier naast me ook de Poison Heart duologie staan. Vond ik zelf ook goed. En ik heb zelf in mijn TBR card Sleep Like Dead staan. Die moet ik nog lezen. Dus mocht je haar schrijfstijl fijn vinden, absoluut aanraders. Maar Cinderella is Dead is het enige standalone boek van haar wat ik tot nu toe heb gelezen en dus heel erg tof vond. Dus zeker een aanrader. Zeker ook als je van retellings, reimaginings van de populaire verhalen houdt. En als een retelling of reimagining jou nou echt perfect in je oren klinkt, dan kan ik je ook To Kill a Kingdom en Princess of Souls aanraden. Het zijn van dezelfde schrijfster. Het zijn interconnected standalones, als je dat soms ook hebt in romance series. Maar ik heb ze beide gelezen en je hoeft echt de ander niet gelezen te hebben om bijvoorbeeld het tweede deel te lezen. Dus je kunt ze gewoon apart lezen. Het zijn twee standalones. To Kill a Kingdom is een soort kleine Zemermin-inspired boek. En Princess of Souls is een Rapunzel reimagining. Het zijn allebei wel echt boeken die echt
ver liggen van het origineel. Zeker Princess of Souls is echt ver van het originele Rapunzel-verhaal. Maar dat maakt het voor mij ook heel erg tof. Want ik vind vaak bij reimaginings en retellings dat ik denk van, oh, dan kun je heel veel al voorspellen. Dat had ik bij deze boeken niet. In ieder geval niet bij Princess of Souls. Volgens mij had ik het iets meer bij To Kill a Kingdom. Maar het zijn twee hele leuke young adult, best wel avonturen fantasies met hè, dat ze echt op avontuur gaan, de wereld overgaan. Ja, is gewoon heel erg leuk. Actie, avontuur, dat. Ook weer een klein romance subplot. Absoluut niet het hoofddeel van het verhaal. Young adult, veel van de boeken die ik je aanraad zijn young adult, omdat die meestal gewoon wat makkelijker te begrijpen zijn. En ik denk, als je begint met fantasy, dat dat precies is wat je zoekt. Dus dit zijn ook nog twee hele toffe standalones om op te pakken. Dan een boek waarvan ik best wel heb getwijfeld, moet ik hem wel of niet in deze lijst doen? Maar ik doe het uiteindelijk toch. Voor de mensen die houden van een mystery, een murder mystery boek op zijn tijd, dan kan ik je Voyage of the Damned aanraden. Dit boek heeft me zo positief verrast. Het is dus het Lumercrate exclusive boek en ik ben zo blij dat ik deze heb, want dit was mijn eerste 5-ster van dit jaar en dit is haar debuutboek. Dus ik ben heel benieuwd wat ze verder gaat schrijven. Volgens mij wordt het een autobiography author. Maar Voyage of the Damned is dus een boek waarin je een murder mystery hebt op een schip in een fantasywereld. Met queer en inclusive karakters. Dat klinkt toch als alles wat je wil. Tenminste, het klinkt als alles wat ik wil. Dus ik vond dit ook echt fantastisch. Ik ben er sowieso achter gekomen dat murder mystery in een fantasyboek echt mijn favoriete subgenre is. Ik vind dit fantastisch en heb hem 5 sterren gegeven. Het eerste Crescent City boek heeft ook zo'n concept. Heb ik ook 5 sterren gegeven. Ik hou ervan. Maar in dit boek heb je dus een wereld die is opgedeeld in allerlei verschillende provincies. En die provincies zijn gekoppeld aan een diersoort. Je volgt hier zo het hoofdkarakter Dee. Het is ook één point of view, scheelt ook weer. De meeste boeken die ik hier heb genoemd zijn volgens mij één point of view. Dus het scheelt enorm in hoe ingewikkeld het leest. Maar je volgt hier dus Dee. En Dee is de kroonprins als het ware van de visprovincie. Klinkt heel random als je het zo hoort. Maar ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. En Dee en eigenlijk de hele visprovincie zijn dus een van de lagere provincies op de rangorde als het ware in deze wereld. Maar ze gaan met elke kroonprins of prinses van deze wereld op een soort boottocht om te vieren dat ze allemaal volgens mij aan de macht gaan komen. Ik weet niet eens meer precies of dat het zoveel jaar is. Iets dergelijks. Dus het zou een leuke feestelijke boottocht moeten worden, maar binnen no time gaat er iemand dood. En de rest van het boek ga je dus volgen wie dat heeft gedaan, wat er aan de hand is, waarom, alles. Ik kan je overigens wel aanraden, als je dit boek wil oppakken, om hem niet op je e-reader te lezen, maar echt als fysiek boek. Ik denk dat als luisterboek ook wel verwarrend kan zijn, zeker als je net begint met fantasy lezen. Maar aan het begin van dit boek zit een hele handige kaart van de wereld en een hele handige lijst met wie er bij welke provincie hoorde. Zodat als je het boek aan het lezen bent en het even niet weet, kun je heel makkelijk terugbladeren. Dat is soms misschien een beetje verwarrend. Vandaar dat ik denk van joh, als je net begint met fantasy en je wil dit boek oppakken, pak dan het fysieke boek, want het is gewoon heel makkelijk. Ja, het is verder prima te volgen, maar dat is misschien gewoon iets wat het net even wat makkelijker voor jezelf maakt. In ieder geval, als je ook van wat meer mystery houdt, het is ook gewoon op een grappigere manier geschreven. Het is adult, maar het leest best wel makkelijk. Ik vond het echt een fantastisch boek. Ik hoor hier te weinig mensen over. Dus wat mij betreft ook echt een aanrader. En dan als laatste heb ik nog een aantal cozy fantasies als tips voor je. Mocht je daar niet bekend mee zijn, cozy fantasy is ook weer een subgenre van fantasy. Net als romantasy of high fantasy. Hè? Er zijn heel veel subgenres. En cozy fantasy wordt eigenlijk getypeerd door het feit dat het niet zo high stakes is. Het voelt gewoon cozy aan. Geen hartkloppingen van gruwelijke moorden en gevechten en dingen die in heel veel high fantasy bijvoorbeeld wel gebeurt. Gewoon lekker low stakes, low key. Ik vind dit soort boeken zelf echt heerlijk om te luisteren vooral ook. Dat doe ik dus via Storytel. Maar ja, ik vind het gewoon echt heerlijk op de achtergrond als ik bezig ben met mijn wandeling of iets dergelijks. Ik vind ze ook perfect bijvoorbeeld voor de herfst. Dus wat dat betreft ideaal sowieso de herfst. En fantasy zijn echt top tips. Dus dat. Maar het eerste boek wat ik je wil tippen is
The House in the Cerulean Sea door TJ Klune. Deze maand komt ook het tweede deel hiervan uit. Maar in principe zijn ze denk ik ook op zichzelf te lezen. Tenminste, dit is in ieder geval als standalone te lezen. Ik denk het tweede deel niet. Maar dit is dus een cozy fantasy die Linus Baker volgt. En Linus Baker werkt dus bij een bedrijf, hoe heet het ook alweer? The Department in Charge of Magical Youth. Er zijn dus in deze wereld allemaal kinderen met bepaalde gaves, nimfen, allerlei verschillende soorten wezens. En die worden eigenlijk allemaal in de gaten gehouden. En Linus Baker, die werkt dus eigenlijk dat hij bij allerlei, hoe heet dat op zijn Nederlands? Weeshuizen, dat is het woord. Hij gaat bij allerlei weeshuizen langs om dus te checken of die kinderen het goed doen, wat er gebeurt. Eigenlijk houdt de Department of Magical Youth die kinderen heel streng in de gaten. En als er iets niet goed gaat, gebeurt er eigenlijk iets heel erg naars met die kinderen. Maar daar is Linus zich niet zo van bewust. En op een gegeven moment krijgt hij dus een opdracht om een heel geheim project te gaan doen. Hij moet dus naar de House at the Cerulean Sea. Dit is dus een weeshuis wat heel erg geheim wordt gehouden. Er zitten hele bijzondere kinderen. En hij wordt daar naartoe gestuurd om dus daar zijn werk te doen. Maar zelfs de achterkant al zegt, 6 dangerous children reside there, including the Antichrist. En hij leert Arthur Parnassus, de caretaker van dit weeshuis, leren kennen. En ja, hij heeft eigenlijk een hele mooie persoonlijke groei in dit boek. Het is gewoon heel erg cozy en grappig en leuk. En ik kan zelf echt niet wachten op deel 2. Dus zeker weten een aanrader. Ook niet heel erg ingewikkeld, omdat het eigenlijk in een gewone wereld afspeelt. Maar dan dus met magische kinderen. Dus op zich niet heel erg moeilijk om te begrijpen. Sowieso ook alle andere boeken van TJ Klune vind ik heel erg leuk. Maar The House in the Cerulean Sea is tot nu toe wel echt mijn favoriet. Dus vandaar dat ik die benoem. En de tweede cozy fantasy en ook gelijk het laatste boek in deze video wat ik je wil aanraden is Bookshops and Bone Dust. Dit is door Travis Baldry? Ik weet het even uit mijn hoofd niet. En dit gaat dus over Viv. En Viv is een ork. En zij heeft dus heel lang gewerkt als een soort mercenary. Best wel naar werk. Maar ze is nu met een soort van pensioen. En ze wil opnieuw beginnen als het ware. Ze heeft besloten, ik laat alles achter me. Al het geweld en alles wat er in mijn leven is gebeurd, laat ik achter me. En ik open een eigen koffieshop met koffie en broodjes en cinnamon rolls. En het is zo cute om te lezen. Ik heb het ook weer geluisterd. Echt perfect voor de herfst. Het is gewoon echt een heel erg schattig verhaal. Er zit wel iets van een verhaallijn in die wat spannender is. Maar nogmaals, lekker low stakes. Het is gewoon echt heel erg schattig. In deze wereld kennen ze überhaupt het concept koffie nog niet. En het is gewoon een beetje alsof je een ondernemer volgt die haar eigen bedrijf net opstart. Maar dan in de magische wereld. Het is echt heel erg cute. Er is ook een tweede deel. Dat is Bookshops and Bone Dust. Dat vond ik zelf ook heel erg cute. Volgt dezelfde karakters, maar dan zoveel jaar eerder. Dat is op zich ook wel weer leuk. Ik denk wel dat je ze het beste in de volgorde kunt lezen. Van eerst Legends and Lattes en dan Bookshops and Bone Dust. Omdat je aan het eind van Bookshops and Bone Dust karakters tegenkomt die dus uit Legends en Lattes komen. Dus wel heel erg leuk. Maar goed, als je dus echt een lekker cozy boek zoekt, cozy luisterboek, ze staan dus allemaal op Storytel, zijn ze echt aan te raden. En dat waren dan alle boeken die ik je wilde tippen. Volgens mij is deze video echt veel langer geworden dan ik dat had bedacht. Maar ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht jij nou denken, ik hou ook heel erg van fantasy en ik heb een tip voor beginnende fantasy lezers die jij nog niet hebt genoemd, laat hem vooral weten in de reacties. En mocht je door deze video nou een boek oppakken, let me know. Het lijkt me heel erg leuk om te horen. Laat ook vooral weten wat je op dit moment aan het lezen bent. Lijkt me heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Als je de video leuk vond, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren en op het belletje te klikken. Mis je geen enkele video meer van me. En heel graag tot de volgende video. Doei doei!